hier op linkeroever in Antwerpen vindt dus het Belgisch kampioenschap handboogschieten plaats. Enkel de finales. Wij doen dus het handboogschieten op doel. Dat wil zeggen dat we naar een roos mikken met die cirkels en verschillende kleuren allemaal. Let the base kick. We gaan naar de schietlijn. We krijgen ongeveer een 20 seconden per pijl om te schieten. We nemen onze boog, we spannen op. We proberen zo vlug mogelijk op de roos te gaan mekken. En dan, zodra we op de roos staan, gaan we de pijl lossen. En dan vliegt hij meestal in de 10. Ja, het was gemakkelijk. Mijn tegenstrever was niet de beste. Maar ja, bij mij was het ook niet heel goed. Hè? Ik heb mijn vinger geschoven en zo. Ja. Te veel spanning. En dan begin je te denken. Hè. Ik ben vierde geëindigd. Ik vind het wel jammer, maar ik had het eigenlijk wel verwacht. Want ik heb een heel slecht seizoen. Dus het valt eigenlijk nog wel mee. Dat is een heel stoere sport, uit dat boot. En het is niet van te zeggen, zijn we nou geholpen of zijn we niet. Nee, we naar boven moeten alleen trekken. Hè. Ja, manneken. En het is een zeven, maar dat is voldoende voor het titel van de Belgisch kampioen.